De bedoeling van het project is om de uitspoeling van fosfaat en ook wel stikstof naar het oppervlaktewater te verminderen. Fosfaatgehalte en stikstofgehalte in de Molenbeek zijn nog aan de hoge kant. En dat is nadelig eigenlijk voor de waterkwaliteit. De Molenbeek ligt hierachter, bij die grote boom daar. Eigenlijk parallel met waar we nu zitten. De hoge gehaltes aan stikstof en fosfaat kunnen algengroei veroorzaken. En daardoor worden eigenlijk andere waterplanten verdrongen. En krijg je heel arm water, gaat het water als het ware verstikken. Dit soort projecten worden onder andere door de Europese Unie gefinancierd, maar ook de provincie en de ZLTO en het waterschap betalen hieraan mee. Een aantal maatregelen die we hier in dit project uitgetest hebben, betreft een tweetal percelen met pijlgestuurde drainage. Pijlgestuurde drainage werkt hier als volgt. Het perceel is op gedraineerd net als vroeger. Alleen de buizen komen nu niet meer rechtstreeks in de sloot, maar komen op één hoofdbuis. Vanuit die hoofdbuis gaat het naar een put. En vanuit die put wordt het water weggepompt. En dat gaat via een grote omweg naar de Molenbeek. En de schadelijke stoffen voor de Molenbeek worden dan van tevoren al afgevangen door de planten en door het wegzakken in die sloot. We hebben op een boerderij klaver door het gras laten zaaien. Die klaver die bindt stikstof uit de lucht, hè? En de stikstof die uit de lucht die heb je gratis. Dus doordat die klaver die stikstof bindt, krijgt het gras ook als voeding stikstof uit de klaver. En daar heb je door dat. Daardoor is het gras toch wel iets makkelijker, denken wij. Daardoor hoef ik me minder te bemesten. Hè. Ik merk er graag mee, maar je moet wel oppassen dat de klaver het grasland niet gaat overwoekeren. Je moet natuurlijk wel 30% klaver in een grasland, in een weide, vind ik al voldoende. En we hebben onder andere op een boerderij fosfaatarm voer gebruikt, zodat je minder fosfaat ook in de mest krijgt. De kosten zou je als nadeel kunnen zien. Het is veel duurder dan gewone drainage. Maar misschien dat met de tijd er meerdere gaan doen dat het wel goedkoper kan. Dat hoop ik dan. Ja, ik denk dat we zeker voorop lopen in Brabant als het gaat om de aanpak van de waterkwaliteit. Dat is ook juist een van de doelstellingen om de dingen die we hier uitvinden, de maatregelen die we hier uittesten, om die ook te verspreiden naar andere veehouderijbedrijven en naar andere land- en tuinbouwbedrijven. Ja, als een boer niet effectief is, dan denk ik dat dan wordt hij blind en dan zie je niet meer wat er gaande is op zijn bedrijf.